Goedemorgen, het is vandaag 19 april 2023 en dat betekent dat vandaag de eerste testrit met reizigers is van de nieuwe Intercity. Ik heb daarbij een toepasselijke das van mijn dichting, van mijn studentenvereniging. Dus vandaag het witte overhemd. Op naar Rotterdam. Zijn NS-app was vanochtend niet heel duidelijk, dus ik heb op 20 minuten de trein. Want ik zag hem dat ik tussen staan. Maar is het niet erg, hij is er om 20 over 11 minuten. Nog één laatste ding voordat we naar de trein gaan. Ik ben heel even het station aan het lopen, aan de noordzijde. En daar heb je nu, zoals alleen in de lente, een paar weken, allemaal bloesem. Allemaal heel veel bloesembomen. Dus ik zal er even naartoe gaan, dat is erg gezellig. Zijn verzameld in deze trein. Hij doet er nog 20 minuten over en dan pas gaan we rijden. Maar ik zit al vast. Ik zit aan deze tafel met het idee, misschien pak ik mijn laptop erbij en ga ik even testen hoe het is om te werken deze trein. Maar deze tafel snappen denk ik wel. De ramen zijn gewoon nog schoon. Oh, deze kant is schoon. We kwamen hier aan. Overal treinnerds. Like me.
dan nog even dat stukje. Ik geef mening over een trein. Vergeleken met deze oude treinen die aan de andere kant staan. Wat rijdt dit fijn, soepel, snel optrekken alles. Ja, heel fijn. Tijdens het bewerken kwam ik erachter dat ik niet zoveel heb gezegd. Deze, dat had ik bij de afronding in Rotterdam ook al wel door. Maar ja, ik vind het nog een beetje ongemakkelijk om te filmen op het station. Dus dat moet ik even leren. En ik zat op de terugweg ook in de stilte coupé. Wel een beetje expres gedaan, want alle andere treinnerds zaten in de andere coupés. En ik dacht opeens, waarom is het zo druk in de trein? Maar dat is natuurlijk vanwege dat ongeval van al een paar weken terug. Als iedereen reist dan via de hoge snelheidslijn om. Of veel mensen trouwens. Maar ik wil nog even zeggen, rijd lekker, zit goed. Tafels zijn erg fijn. Vooral als je met z'n vieren bent, dan kan je een keer spelletjes doen in de trein. Want dat kan normaal niet echt. Trek snel op. Zoals ik al zei, gaat in dienstregeling als alles goed gaat. Binnenkort rijdt er dus tussen Rotterdam en Amsterdam geen oude Intercity Directs meer. En dan aan het einde van het jaar in Delft. Tussen Den Haag en Eindhoven. Hallo. Dat is ook erg leuk. Ik ben echt helemaal goede, fijne trein. Al moet ik zeggen, stoelen kunnen iets beter, maar ze zitten wel lekker. Oké, nou ja, dat was het dan voor nu. Ik weet niet wanneer de eerstvolgende treinvideo komt, want ik weet niet. Het zou dan toevallig zijn er nu twee leuke dingen gebeurd in een maand tijd. Maar ja, dan zie ik jullie bij de volgende.